Welkom bij de uitleg van Waastof 6 en die gaat over ontkieming, groei en ontwikkeling. In deze video leg ik je uit uit welke delen een bruine boon bestaat en we nemen even de bruine boon als voorbeeld, maar dat kun je straks zien in wat breder perspectief, want alle, alle zaden hebben als het ware ook die onderdelen en bij een bruine boon kun je het gewoon heel erg mooi zien. We gaan kijken hoe de levenscyclus van een plant verloopt en we komen ook bij de eenjarige, tweejarige en meerjarige planten en meerjarige planten worden ook wel vaste planten genoemd. Dus dan kun je die beide termen kun je tegenkomen, maar het is dus hetzelfde. We beginnen we eventjes met een bonenplantje en op het moment dat de boon onder de juiste omstandigheden is, dan ontkiemt de boon. Oftewel, als het warm genoeg is, er is genoeg vocht, dan zal je zien dat op een gegeven moment dat boontje dus gaat groeien en dat er dus een plantje ontstaat. Eerst een klein beetje, er komt een worteltje uit. Je ziet dat er eerst steeds meer wortels komen. Die wortels die zuigen natuurlijk water en mineralen op. En dat stelt dat plantje dus in staat om, en dat zie je hier ook al gebeuren als dat groene delen ontstaan, dat het plantje aan fotosynthese kan gaan doen. En dus zijn eigen energie in feite kan gaan vastleggen. Dus die volgende zul je vaak zien bij planten. De reden dat we het aan de hand van een bruine boon laten zien, is omdat het bij een bruine boon gewoon heel mooi te zien is. Nou, kijk je nu zo naar zo'n bruine boon, als je hem dus open zou maken, dan krijg je dus dit te zien. Dit hier is een zaadlop en dan zie je ook helemaal hier de kiem zitten. En die heb ik hier dan eventjes helemaal eruit gehaald, dat je het nog iets beter kan zien. Dan zie je dus dat er een soort van worteltje en steeltje is en dat er al een eerste vorm van blaadjes zijn. Nou, dat zaadlopje dat zit helemaal vol met energie en dat is dus ook de eerste energie die dat plantje gebruikt op het moment dat hij dus ontkiemt. Want in het begin kan zo'n plantje nog geen water en mineralen uit de bodem opnemen. Hij kan nog niet een fotosynthese doen, want hij heeft nog geen actieve bladgenkorrels. Dus hij moet ergens er energie vandaan halen. En dat gaat dus in eerste instantie uit dat zaadlopje. Hij heeft er twee, want je moet je voorstellen dat er aan de bovenkant als het ware ook nog geen overheen gevouwen zit. En om dat geheel heen zit de zaadheid. Nou, bij een bruine boon is dat dus een bruine zaadheid. En ik heb hier even een voorbeeld met een ander boontje genomen. Deze heeft dus een net even iets. ...andere kleur van de zaadheid, maar het principe is hetzelfde. Dan gaan we naar het begrip levensloop. En de levensloop dat is het verloop van het leven van één organisme. Ik heb hier eventjes een voorbeeld met een vlinder, want dan kun je het heel mooi zien. Ergens hiervoor is een rupsje uit een eitje gekomen. Nou, toen kwam er een rupsje. Dat rupsje heeft als doel zichzelf helemaal vol te eten. Vervolgens verpopt het rupsje zich, dus hij maakt een hoesje om zichzelf heen. En dan vindt daar de metamorfose plaats en dan komt uiteindelijk uit... Die pop komt uiteindelijk dus de vlinder. Die vlinder heeft weer als doel om voort te planten en dus voor nakomelingen te zorgen. En op het moment dat dat gebeurd is, dan zijn de eitjes gelegd, dan gaat deze vlinder ook dood. Dan heb je het dus over één levensloop. Maar er is ook nog zoiets als een levenscyclus. En dat is eigenlijk een opeenvolging van levenslopen. Het ziet er een beetje uit dat er zo geschreven staat, levenslopen. Nee, het is dus levenslopen. En het einde van de ene levensloop is het begin van de volgende. Oftewel, deze vlinder legt op een gegeven ogenblik eitjes, gaat zelf dood. Maar die eitjes komen op een juist moment weer uit en dan komen daar weer nieuwe rupsjes uit. Nou, en dan volgt die levensloop zich weer. En dat is dus een levenscyclus. Dus de opeenvolging van al die levenslopen. Dat betekent dat als je kijkt naar een levensloop, daaraan gaan aan het eind dus de organismen dood. Maar de levenscyclus gaat dus al maar door. Want het einde hier van deze levensloop begint betekent uiteindelijk dus ook het begin van een nieuwe levensloop. Dus dat volgt elkaar allemaal op. Nou, met vlinders kun je dat mooi zien. Maar dat geldt eigenlijk met alle organismen. Er is een bepaalde levenscyclus die doorlopen wordt. Nou, hier zie je hem bij een uh, tomatenplantje. Er zit ergens een pitje in de grond. Uh, wordt dat pitje ontkiemd? Er komt een plantje. Het plantje krijgt op een gegeven moment bloemen. Er vindt bevruchting plaats, er worden vruchten gemaakt. en uiteindelijk gaat dus de plant dood. Maar komen die zaadjes dus weer in de grond terecht. en herhaalt dit proces zich. En je ziet dus ook vaak bij planten dat het ook heel erg vasthangt, natuurlijk. aan de seizoenen van het jaar. Nou, dan zie je dus dat die ook hier weer een opeenvolging is. van allemaal levenslopen. Die plant gaat elke keer dood na één levensloop. maar die cyclus die gaat, als het goed is, al maar door. Dan nog even deze. De duur van een levensloop kan per plantensoort verschillen. Eénjarige planten hebben een levensloop die één jaar duurt, eigenlijk logisch. Tweejarige planten hebben een levensloop die twee jaar duurt. Vaak zie je dat er dus in jaar één bijvoorbeeld heel veel groei plaatsvindt... en dat in jaar twee, na de winter, en vaak zie je dat de winter natuurlijk de groei even stopt... en dat na de winter het proces weer opgepakt wordt en dat dan daadwerkelijk de voortplanting plaatsvindt. Nou, en dan heb je ook nog meerjarige planten of vaste planten... En daarvan duurt de levensloop meer dan twee jaar. Nou, bijvoorbeeld heel veel bomen zijn meerjarig geplant. Dus die begrippen kun je tegenkomen en moet je dus kennen. Dan is hier nog de samenvatting. Dan is het einde van de uitleg van dit hoofdstuk. Heel veel succes met je toets en tot het volgende hoofdstuk.